Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zal strakker gaan letten op de import van oude voertuigen. Dit zei minister Reshma Kuldip Singh eerder deze week aan reporters. De bewindsvrouw merkte op dat de regelgeving al af is en er helemaal geen ontheffing wordt verleend voor de import van voertuigen ouder dan 8 jaar. De regelgeving was altijd al klaar. Het is nu handhaven. Wij handhaven het. We hebben pas een bekendmaking de deur doen uitdoen. Dus alle autohandelaren zijn nu bekend. Er zijn gesprekken gevoerd met ze. Ze weten wat de regels zijn. Dus we hopen niet op overtredingen. Het ministerie maakte eerder dit jaar ook bekend dat er geen bussen ouder dan 15 jaar het land in mogen. Dit is vastgelegd in het staatsbesluit. En ook banken financieren nu geen voertuigen ouder dan 8 jaar.